Wij zijn Vriendenkring de Rode Hoek en we maken dit jaar het laatste applaus voor ons Paulientje. Wie was Paulientje? Paulientje Musters kwam uit Ossendrecht en was een heel klein meisje. Ze had geproportioneerde dwerggroei en was daarom echt heel klein. Haar ouders hadden al bedacht van, hey, hier kunnen wij winst mee maken. Dus ze mocht al meteen gaan optreden toen ze 2 jaar oud was. En waar begon dat? Ja, dat begon eigenlijk op de markt in Ossendrecht. Dat ging later naar Antwerpen, maar het ging ook internationaal. Het ging gewoon naar Duitsland, het ging naar Frankrijk en uiteindelijk ook nog naar New York. Eindigde het letterlijk in New York? Het schip strandde eigenlijk bijna letterlijk in New York. Ze is in het theater in New York op Broadway is ze gestorven. Lekker weer om te lassen, of niet? Altijd lekker weer om te lassen. Waar ben je mee bezig? Is het frame? Ik ben met het frame voor de tractor bezig. We hebben dit jaar een nieuwe tractor gekocht en daar zat nog geen frame bij, dus vandaar. En ook die tractor gaat dadelijk helemaal verdwijnen in decor? Ja, helaas wel. Dus al mijn werk, daar zie je straks helemaal niks meer van. De essentie van de uitvoering is ook echt dat we willen laten zien dat het heel tragisch was. We kunnen ons nu niet meer voorstellen dat iemand zijn kind van 2 jaar oud laat optreden. Dat er eigenlijk geld over haar rug wordt verdiend, terwijl ze zelf eigenlijk geen leven heeft en geen kind kan zijn. Hoe belangrijk is Pur en piepschuim? Heel belangrijk voor de Rode Hoek. Het worden paars voor de kermis, neem ik aan? Ja, klopt. Hoeveel heb je er nodig? We hebben er 4 in totaal nodig. En loopt het? Een beetje. Nog niet helemaal zoals we willen. En hoe komt dat? Hoe komt dat? We zijn nog een beetje aan het onderzoeken hoe we ze echt goed willen maken. We zijn nog wel kieskeurig over de paardjes, ze moeten er mooi uitzien. En er worden 2 vrouwen opgezet, dus dan wordt het nog moeilijker om ze perfect te krijgen. Want wij zijn nog kieskeuriger dan de mannen zijn. Dus het loopt nog niet helemaal zoals we willen, maar dat komt nog wel. En als je nou terugkijkt naar de vertaling in het ontwerp, wat gaan wij dan zien als toeschouwer? We gaan eigenlijk de plekken zien in haar leven waar ze is geweest. Dus ze is op de markt geweest, ze heeft op de kermis opgetreden. Dus we zien een draaimolen, we zien het circus voorbij komen en we zien ook het theater. En op Broadway zien we ook... De olifant, het circus! Ja, dat klopt. Vertel eens, hoe ga je te werk? Want het is nogal iets om zo'n kolossaal beest dadelijk op de wagen te hebben. Ja, we hebben eerst een tekening. Die hebben we zeg maar een beetje uitvergroot. En dan op hout zeg maar vakken gemaakt. Toen hebben we de olifant getekend. En uitgedecoupeerd zeg maar, en gezaagd. Toen hebben we gezorgd dat de... een beetje de ribben. Dus de bol van de olifant, dat je de vorm krijgt. En daarna zijn we met piepschuim stukken gaan uitzagen. En dan hebben we het, zijn we het met Pur tegenaan aan het plakken. Nou, een heel kawaii. Ja, daar zijn we wel even mee bezig. Als je nou kijkt naar de Rode Hoek, wat is dan typerend voor of de vereniging zelf of wat je altijd probeert toe te passen in de ontwerpen? Ik denk dat je bij ons altijd wel een soort van eenheid ziet. In heel de wagen, in de griem, in kleding. En we proberen echt het thema in alle details door te voeren. En is er dan ook nog een voorkeur wat betreft materiaalgebruik of toegepaste technieken? We zijn wel van traditioneel uit houtbouwers, maar we gaan steeds meer met staal en ook dit jaar ontkomen we niet aan piepschuim. Dus uitdaging. Hele grote uitdaging. We staan hier in Ossendrecht bij het kunstwerk van Prinses Paulientje. Prinses Paulientje leefde eind 19e eeuw en is groot geworden door klein te blijven, want ze werd maar 61 centimeter lang en haalde daarmee ook het Guinness Book of Records. Wij zijn enorm trots als gemeente dat Prinses Paulientje terugkomt op de Brabantse Dag in Hezen. En we wensen vriendengroep De Rode Hoek heel veel succes met het bouwen van hun wagen.